Ja, het is de eerste keer dat ik op een Prideboot ga. Ik ben Robert Dijkgraaf. Ja, ik ben verantwoordelijk voor het beleid rondom LHBTIQ+. Het is voor mij heel erg belangrijk dat alle verschillende groeperingen die daar iedere dag voor vechten, of het nu Feyenoord supporters zijn, of bij de politie, bij de ouderen, bij kerkelijke omgevingen, dat iedereen zichzelf kan zijn, zich vrij kan voelen in deze samenleving. Ik was laatst bij het COC in Eindhoven, die echt lastig zijn gevallen. Wat ik dan weer mooi vond, is dat ze extra veel energie hadden om terug te duwen tegen het terugduwen. Blijven doorgaan en ervoor zorgen dat er uiteindelijk ruimte is voor iedereen in de Nederlandse samenleving.